je gaat naar school en dan word je gepest omdat je anders bent dan anderen, weet je wel. En dat was wel echt een heftige tijd voor mij, ja. Ze heeft echt, zeg maar, precies mijn vlekken overal. Ze hebben me echt met open armen ontvangen, weet je. En ik vond het echt geweldig, want het was echt mijn eerste big shoot, weet je wel. En I was like, oké, okay, I can get used to this. Goed dat jullie kijken. We hebben een weekbreak vandaag. En vandaag hebben we te gast Deborah Moreno. En zij is een Rotterdams model die alle stereotypen van schoonheid doorbreekt. En ze wil een boegbeeld zijn voor jonge vrouwen met vitiligo. Welkom. Thank you. Laten we even beginnen bij het begin. Want iets waar we niet omheen kunnen. Jij hebt vitiligo. Ja. En wat houdt dat precies in? Vitiligo is dus dat mijn pigmentcellen maken mijn pigment niet meer aan, want ik ben gewoon van mezelf gewoon donker, zwart. En op een gegeven moment breek je die pigmentcellen af, waardoor je die melaninstof niet meer kan aanmaken. Mm-hmm. En dan ontstaan er witte vlekken. En dat heet vitiligo. En dat gebeurt langzaam? Ja, het verschilt bij iedereen. Bij mij was het heel langzaam, maar je hebt bij mensen die binnen 2 maanden al gewoon helemaal onder het lichaam zit. En is het ook zo dat het op een gegeven moment helemaal verdwijnt? Of blijven wel, zeg maar... Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar ik ken wel bij 1 iemand dat die echt helemaal wit is geworden. En dat die maar 1 bruin vlekje over had. Dus ik weet het echt niet. Je weet het niet. Nee. Kan zo zijn over 10 jaar dat... Ja. En is het ook dat je niet goed tegen zon kan? Ja, ik ben echt super gevoelig voor de zon. Ja. Als ik me, zeg maar, 1 dag niet insmeer meer... ben ik gelijk zo rood als tomaat. Like, echt? Ik verbrand super snel. Dus als ik altijd in de schaduw. Ja, of ja, als ik me gewoon goed insmeer, kan ik gewoon de hele dag door. Maar als ik bijvoorbeeld naar Kaapverdië ga of iets, moet ik me wel echt insmeren. Want binnen 10 minuten ben ik gelijk verbrand. Want je komt van Kaapverdië? Ja, ik kom uit Kaapverdië. Ja. Een van de misvattingen van vitiligo is dat je ermee geboren wordt. Je zei net al, vroeger was het anders. We hebben een foto. Ja. Zo cute. Je lacht me. Echt super blij. Ja, oh my god, er is een vlieg opzet. Wacht. Waar? Sorry, er was een vlieg. Okay. Waar is hij? Oh nee, hij is hier. Ja. Okay. Hij zoomde in mijn oor, sorry. Hoe oud was je toen je eerste vlek kreeg? Ja. Ik was 5 jaar toen 5. Ik mijn eerste vitiligo vlek kreeg. Had je toen al bewust door? Of? Nee, want ik kan die dag echt goed herinneren. Ik was gewoon buiten aan het spelen. En ik kwam thuis, had ik 1 vlekje hier zo bij mijn oog. Volgens mij had ik nog... Ja, daar. Zie je? Oh, dat was yeah. Mijn eerste vitiligo vlek. Dus ik kwam binnen en mijn moeder dacht dat ik verbrand was door de zon of iets. Dus we gingen volgende dag naar de huisarts. En toen werden we doorgestuurd naar de dermatoloog. En die had toen geconstateerd dat ik vitiligo heb. En hoe was dat dan? Ja, ik was klein, maar ik besefte het nog niet. Pas toen het echt, zeg maar, ging verspreiden, dacht ik, oké, wat is dit, weet je wel? Maar we hadden nog hoop dat het genezen zou worden. Daarom gingen we altijd naar Duitsland, Frankrijk, Portugal, om te kijken of er geneesmiddel voor is. Maar dat was toen niet in die tijd. Maar hoe was dat dan voor jou, zeg maar? Ja, het was schrikken en verdrietig natuurlijk. Want je gaat naar school en dan word je gepest omdat je anders bent dan anderen, weet je wel. En dat was wel echt een heftige tijd voor mij, ja. En kwam het dan voornamelijk door school dat je je verdrietig voelde erover? Nee, het was ook omdat... Ja, je kijkt in de spiegel natuurlijk en je ziet jezelf niet meer, zeg maar. Dus ik moest echt gaan wennen aan deze nieuwe lichaam. Maar het was niet gelijk dat ik al die vlekken had toen ik 5 was. Het ging echt van 5, 6, 7, 8, 9, 10, weet je wel. En in die 4 jaren nam ik ook de hele tijd medicijnen in, zalfjes. En soms moest ik me 3 keer per dag insmeren. En ja, als kind wil je gewoon buiten spelen met je vriendjes. En dan roept mijn moeder, nee, kom naar binnen, want we moeten medicijnen innemen, weet je wel. En op een gegeven moment raakte ik dat ook gewoon even zat. Dus ik was echt even in een bad mood altijd. Gewoon vaak verdrietig. Ja. Moest je veel huilen en zo? Ja, dat wel. Maar zeg maar, deed het iets dat andere mensen daar dat tegen jou zeiden? Deed dat je iets? Ja,
Het was zeg maar altijd als een koe of zo tegen me zeiden. Wow. Voelde ik echt die brok gewoon alsof iets in mijn hart steekt. Kreeg ik echt die, weet je? En dat heb ik nu gelukkig niet meer, want als iemand koe noemt, kijk gewoon zo van, oh, oké, weet je? Maar dat had ik niet. Vroeger. Maar waar is die omslag dan gekomen? Het was meer in puberteit, weet je wel? Ik was 15. Als je 15 bent in Rotterdam, ga je beginnen met stappen en zo. Want ik verbergde mezelf altijd in die kleding, weet je wel. Ik droeg altijd lange mouwen, ook in de zomer. Mm-hmm. Geen korte broek of korte broek met legging eronder. En op een gegeven moment wou ik uitgaan, had ik een leuk topje. Maar het was echt zo'n topje met spaghettibandjes. En ik dacht, oh my god, ga ik dit echt doen? Dus mijn familie bleef me altijd pushen en zo van, ja, doe het gewoon aan, doe het gewoon aan. En op een gegeven moment heb ik het gewoon aangetrokken. Ging ik uit, kreeg ik zoveel positieve reacties. Toen dacht ik, oké, I like this. Dus ik ga dit gewoon meer doen. En sindsdien... En ja. is die omslag eigenlijk dus gekomen vanuit je familie? Die heeft gesupport? Ja, my family is echt my everything. Like, sinds klein lopen ze altijd in mijn oor te zeggen, ja, je bent mooi, je bent uniek, je moet het gewoon accepteren. En op een gegeven moment ging het gewoon, zeg maar, ik ging gewoon erin, zeg maar, in die flow. En toen, omdat je van buitenaf ook gewoon positiviteit kreeg, hielp dat enorm. Ja. Maar heb je, want het lijkt me wel belangrijk om jezelf te kunnen identificeren met iemand. Ja, dat had ik niet vroeger. Nu wel? Ja, vooral met Winnie Harlow, omdat zij een Amerikaanse model is. En I was like, oh my god, zij wat ik heb. Ik wil dat ook, wat zij doet, weet je wel. Want ik herinner nog, ze kwam bij RTL Late Night. En ik zag gewoon die uitstraling die ze had, gewoon van ze smelde. Ze keek je gewoon aan met trots en ze dacht, oké, nee, dit wil ik ook. En ja, sindsdien ging, dat gaf me echt ook zo'n zelfvertrouwen boost. Ja. Snap ik. Ja. Het lijkt me wel gek als je dan voor het eerst iemand... Was dat voor het eerst toen dat je haar zag? Volgens mij heb ik haar wel op Instagram gezien, weet je wel. Maar dat ze gewoon in Nederland was, dat was echt gewoon chockerend voor mij. Gewoon dacht ik, oké. Ik wil ook doen wat zij doet, weet je wel. Is zij ook de reden geweest dat jij model wilde worden? Dat niet. Ik deed dat meer voor mezelf. Want ik deed, zeg maar... Mijn allereerste shoot was gewoon om te kijken van... Oké, vind ik dit wel leuk? Want altijd als ik in de stad liep, in Rotterdam stad, kwamen altijd fotografen naar me toe met kaartjes. Ik rende altijd weg van nee. Ik rende altijd weg. Mijn zusje nam altijd die kaartjes aan, want ik was altijd verlegen geweest en zo. En nu ben ik meer naar buiten, weet je wel. En ik begon die shoots te doen. En het was meer een soort van therapie voor mij, omdat het mij zo'n zelfvertrouwen boost gaf. Maar toen zag ik hoe het... Zeg maar de buitenwereld erop reageerde, want ik kreeg ineens DM's van meisjes met vitiligo die zich onzeker voelden en ze zeiden van ja, jij inspireert me echt. En toen ging echt die klik, zeg maar, van oké, misschien moet ik hier echt werk van maken. En echt iets mee doen. Ja. En sinds ook juist naar de buitenwereld treden. Om, hey, daar is hij weer. Nee, You wanna be our friend. Hij mag erbij. Inmiddels heeft een bedrijf, Colored Goodies, heeft een pop gemaakt voor jou. Ja, dat klopt. Ja. Die hebt hem bij je, toch? Ja. Hey, het is helemaal op jou... Moet ik even goed zetten, hoor. Dat iedereen kan zien. Het is helemaal op jou gebaseerd. Ja. Maar je bent benaderd? Nee, ik heb een keertje had ik een shoot gedaan voor haar. Met zo'n Winnie Harlow doll. En ze heeft gewoon speciaal eentje voor mij laten maken. Ja, ze is echt, ik hou echt van Ellen. Ze heeft speciaal eentje voor mij laten maken. En ze heeft echt, zeg maar, precies mijn vlekken overal. En wat betekent dit voor jou dan? Dit was echt heel emotioneel. Vooral toen ik het had ontvangen. Ik moest echt wel tranen laten. Omdat als ik dit had, toen ik klein was, weet je wel, kon het echt meer voor mij betekenen, weet je. En nu betekent het ook heel veel voor mij. Maar dan kon ik misschien die zelfvertrouwen boost eerder krijgen, snap je? Want dan had ik gewoon iets dat ik kon zeggen, oh, dit lijkt op mij. Want met die normale Barbies kon ik dat natuurlijk niet. En dit vond ik wel echt super dope. Snap ik. Ja. Maar we hadden het er al even over Winnie Harlow. Maar zij heeft eigenlijk, en dat is totaal anders dan jij, zij heeft in een Elle magazine gezegd dat ze geen interviews meer wil doen over haar ziekte. Namelijk, ze heeft gezegd, ik word er doodziek van,
om alleen maar over mijn huid te praten en dus dat doe ik nooit meer. Oeh, that's not me. Nee. Wat vind je daarvan dan? Het is persoonlijk voor iedereen. Iedereen gaat door zijn eigen dingen en misschien is zij het gewoon echt zat. Maar ik vind het juist leuk om mijn levensverhaal met mensen te delen. Vooral als het iets inspireert, snap je? Maar ja, iedereen, ja, ik weet niet. Nou, ze heeft ook gezegd van... ze gaf aan dat ze het gevoel heeft dat interviews over vitiligo anderen niet helpen bij de acceptatie. Oh ja, yes. Ik weet echt niet. Maar hoe zou dat dan voor jou? Hoe is dat dan voor jou? Stel, je gaat even terug in de tijd, je was 10 jaar oud. En zij zou zeggen van, ik wil dat soort interviews en die verhalen niet meer doen. Had jij het bijvoorbeeld nodig gehad om juist die interviews wel te zien? Ja, sowieso. Want ja, ik vind gewoon dat als jij gewoon je eigen verhaal deelt, kan het echt wat met andere mensen doen. Want mensen gaan dan ook gewoon naar jou opkijken van, als zij het kan, waarom kan ik het niet dan? Gewoon zo, daarom doe ik het. Maar ik snap ook, aan de andere kant, zij is ook een topmodel. Misschien heeft zij echt 1000 interviews per dag. Mm-hmm. Maar als ik dat ooit krijg, dan zou ik het alsnog geven met alle liefde. Je zou niet zoiets hebben van, oké, dit is de 1000ste keer dat ik hierover heb gesproken. Nee, dit is eigenlijk mijn standpunt om juist vitiligo overal in de wereld te laten horen, weet je wel? Nee, het is echt niets voor mij. En is dat ook wat je ermee wil bereiken? Want je bent ook een beetje een activiste. Jullie? Ja, feminist. Feminist? Ja. Wat wil je daarmee bereiken? Ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen inspireren dat ze zichzelf gewoon moeten accepteren. Maakt niet uit hoe je eruit ziet, dik, dun, wit, zwart. Like, we all should come together. Come together en gewoon geniet gewoon van je leven, weet je. Want ik was gewoon op een gegeven moment gewoon zat om de hele tijd bij de anderen te horen. Het is gewoon normaal. En dat zie je nu ook gewoon meer. Er komt meer diversiteit in de wereld. En I was like, yes, weet je. Ik ben echt net op tijd in de modellenwereld gekomen wanneer diversiteit nu zeg maar aan is, snap je? Ja. Nice. Hey, even iets heel anders. Want dankzij je uiterlijk ben je sowieso dus de laatste tijd steeds vaker in de spotlight. En binnenkort ben je ook te zien in een show van Paul de Leeuw. Ja, klopt. Nummer 1. En daarnaast ben je ook naar Dubai gegaan. Yes. Voor een campagne Changing the Face of Beauty met Huda Beauty. Yes. Ik word helemaal blij elke keer als ik die filmpje zie. Ja, ja. Snap ik. Maar Huda Beauty is niet niks. Nee. Het is een groot make-up merk. Yeah. En het is bijna, het is ook een Instagram persoonlijkheid. Yeah. En het valt bijna wel een beetje te vergelijken met de samenwerking met Kylie Jenner. Ja. Dus hoe heeft Huda jou ontdekt? Haar team heeft mij een mail gestuurd. Maar ik dacht echt van, oké, misschien is het om haar producten te promoten of zo. Dus ik stuurde het naar mijn agent en zij is like, no girl, ze willen dat je naar Dubai gaat om een shoot met hen te doen voor een campagne. I was like, ik kijk echt gewoon naar mijn telefoon. What? Ik wou mijn moeder dan op mijn Ik ben gewoon nog steeds in shock, ook dat ik haar heb ontmoet. Ze is zo lief. Maar hoe was het dan? Want je komt daar aan in Dubai en je ziet haar en dan... Ja, ik kwam daar, ik zag haar hele team, iedereen was ready. En ik zag haar en gewoon de eerste seconde dat ik haar zag, ze zei gelijk van, oh, je bent zo prachtig. Ik dacht van, oh my god, Huda Beauty, dat ik prachtig ben. Het zat echt de hele tijd in mijn oor. I was like, oh my god. En ja, ik heb gewoon echt, haar team was echt zo, ze hebben me echt met open armen ontvangen, weet je. En ik vond het echt geweldig, want het was echt mijn eerste big shoot, weet je wel. En I was like, oké. I can get used to this. Hey, ik wil nog heel even terug, als het allerlaatste. Ik wil nog heel even terug naar jouw kinderfoto. Want als je deze... Want hoe oud was je hier? Ik was al 5 jaar. 5.
Als jij nu zou zeggen, in wat, alles wat je nu hebt meegemaakt in je leven. Oef. Als je nu, wat je nu aan wijze woorden aan de vijfjarige jij zou geven, wat zou je dan zeggen? Ik zou zeggen, je gaat sowieso door veel diepe shit. Maar uiteindelijk is het wel waard, want je komt jezelf daar onderweg tegen. En keep being you, never change. And love yourself, de nummer 1. Echt, nummer 1. Dat is belangrijk. Ja. Hé, hey, dankjewel. Jij ook bedankt. Dankjewel voor je openheid en je eerlijkheid. Thank you so much. Vonden jullie dit leuk? Abonneer en like. Ga naar onze Instagram, @clubhubtv. En duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende show.